Wie door madame als bevoorrechte gast in haar vertrekken wordt toegelaten, betreedt eerst haar persoonlijke wonderkamer. Waar madame enerzijds haar inspiratie, kracht en energie haalt uit de bijzondere collectie die ze in de loop der jaren wist te verzamelen. En waar ze anderzijds spiritueel tot rust komt. Mijmerend over het Antwerpen tijdens de Gouden Eeuw en haar nazomer. Toen de stad het Europese centrum was voor productie en handel van kunst en luxe producten. Trots over het Antwerpen van vandaag. Dat nog altijd het epicentrum is van de diamantwereld.